Maatschappijlijk 2, hoofdstuk 7, van politie naar officier. De officier van justitie. De officier van justitie is niet alleen, er zijn een heleboel officieren van justitie. Al die officieren van justitie samen noem je het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is geen echt ministerie. Het is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het voorwerk wordt gedaan door de politie. De politie maakt, als er een strafbaar feit is gepleegd, een procesverbaal. Dit is eigenlijk een soort rapport over wat er is gebeurd. Met dit rapport gaat de officier van justitie vervolgens de zaak verder onderzoeken. Het opsporingsonderzoek. Het procesverbaal ligt nu bij de officier van justitie. Die gaat dus kijken of hij verdere feiten kan vinden. Hij gaat dus een opsporingsonderzoek doen. Hij zorgt er dus voor dat de politie strafbare feiten opspoort, door bijvoorbeeld de politie een boekhouding te laten onderzoeken, als er bijvoorbeeld sprake is van fraude. Natuurlijk getuigen te ondervragen, maar ook verdachten te ondervragen. Of bijvoorbeeld zoiets doen als een telefoon aftappen. Het doel hiervan is altijd om zoveel mogelijk bewijs te vinden voor het strafbare feit wat is gepleegd. Na het opsporingsonderzoek moet de officier van justitie een beslissing nemen. Hij kan kiezen uit 3 mogelijkheden: seponeren, schikken en vervolgen. We gaan ze eventjes beter bekijken. Seponeren. In het geval van seponeren neemt de officier van justitie het besluit om niet naar de rechter te gaan. Dit doet hij omdat hij dan te weinig bewijs heeft om een veroordeling te krijgen. En je mag in Nederland maar 1 keer voor hetzelfde feit voor de rechter komen. Dus als hij geen bewijs heeft en je wordt vrijgesproken, kan hij, als er later wel bewijs is, je niet opnieuw voor de rechter brengen. Bij seponeren gebeurt er dus, als jij de verdachte bent, helemaal niks. Schikken. Bij schikken kiest de officier van justitie er wederom voor niet naar de rechter te gaan. Hij vindt het strafbare feit niet zo ernstig dat het niet kan worden afgedaan met een geldboete. Of beter gezegd, want het is geen boete, want boetes kunnen alleen de rechters geven en die komen er niet aan te pas. Hij doet eigenlijk een voorstel aan jou als verdachte, dat als jij betaalt, komt er verder geen rechtszaak. Ga je met dit voorstel akkoord, dan is het daarmee afgedaan. Je bekent daarmee dus geen schuld of onschuld. Vervolgen. Dan blijft er nog maar 1 optie mogelijk. Als je niet seponeert of schikt, dan ga je natuurlijk wel naar de rechter. Dat betekent dat je vanaf dan te maken krijgt ook met de verdachte en een advocaat.